Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 14 hier in Singapore. Heb je de vorige aflevering in Rusland gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht met het i'tje. Het was een mindere wedstrijd. We hadden daar dus verkeerd gegokt met de strategie, maar meer ga ik niet over vertellen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Singapore. We zijn dan dus aanbeland bij Q1. En 10 plekken straf krijgen wij voor het verwisselen van een component van de motor. Dus daar moeten wij rekening zien mee te houden. Waar we ook rekening mee moeten houden is de regen die in Q3 is voorspeld. Maar of we zover komen, weet ik niet. We moeten eerst kijken of deze run goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q2. Singapore is altijd een speciaal circuit onder het kunstlicht. En dit is een soort van Monaco, maar dan met uitloopstroken. Zo moet ik het zeggen. We krijgen een waarschuwing voor corner cutting. We komen over tot finish en dat is een P2 op 18e van Charles Leclerc. We zitten er goed bij. En zijn we ook door naar Q2? Dat is de vraag. Perez het snelste, een tiende sneller dan Verstappen. En we zijn door naar Q2 op P15. Dat is knap. Wat minder knap is, een fout met het remsysteem. Dus daar gaat wat tijd in zitten. Die tijd is inmiddels verlopen van de fout. En wij kunnen nu onze eerste run gaan doen in Q2. De AI is trouwens niet verhoogd of niet verlaagd. Die staat nog steeds op 92. Dus ik ben heel benieuwd of wij ook door kunnen komen naar Q3. DRS geopend. Komen we de laatste paar bochten aan in Singapore. En dat is een P6. Terwijl we wat slipperig zijn. En is dat voldoende? Dat is voldoende om door te kunnen komen naar Q3. Dat is vet. Wat minder vet is regen. Ik zie druppels vallen in Singapore voor Q3. Maar het is wel heel nice dat we door zijn naar Q3. Het was echt vet voor de tweede keer in My Team Career Mode in seizoen 1. Dus laten we kijken wat Q3 dan gaat worden. We zijn inmiddels aanbeland. Het is gewoon kletsnat in Singapore. Intermediate banden eronder gezet. We moeten gewoon voorzichtig aandoen en niet te veel risico nemen. Als we P10 kwalificeren is niet erg. Ja, dat is al wel erg. We raakten de muur. Maar ik bedoel ermee, dan staan we toch nog op P20. Staan we niet als laatste op de grid. Dat is wel een voordeel. Maar ik hoop hiermee wat plekken te gaan winnen. Komen we aan bij de laatste paar bochten. Voor onze run in Q3. En we staan op een P7. Op dit moment. It's time to remind ourselves. Maar het is een P10 geworden. Verstappen pakt pole. Norris knap naar P2. Hamilton P3. Bottas 4. Gasly 5. Perez teleurstellend naar P6. Vettel knap in zijn Aston Martin naar 7. Leclerc 8. Ricciardo 9. En wij dus naar P10. Wij starten dus vanaf P20. Het wordt een lange wedstrijd. 31 rondes te gaan. Er kan van alles gaan gebeuren. Dus laten we dan maar beginnen voor carrière aflevering 14 van My Team Career Mode. Here we go then. It's Formula 1 in Marina Bay once again. And welcome to all of you at home who join us today for this fascinating race around the baking hot, horribly humid, but very beautiful streets of Singapore. The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour.
Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Gasly, Sergio Perez, and Vettel, Leclerc, Verstappen, Fernando Alonso, and Carlos Sainz, Raikkonen, Ocon, George Russell, and Giovinazzi. Mick Schumacher, Ricciardo, they've taken a grid penalty. The Professor, and Marcus Armstrong. Stroll, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Tsunoda, Latifi, they've taken a grid penalty. And Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. We starten op de softband, gaan door naar de mediums en dan weer naar de mediums. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 14 van F2021 My Team Career Mode. We zijn er klaar voor de grote prijs van Singapore. Daar gaan we dan, want de lampen zijn aan voor de grote prijs. We starten op P17. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen gewoon normaal weg. Tsunoda is beter weg. Ook Stroll is beter weg. We zitten daar een beetje ingebokst tussen Daniel Ricciardo. Het is daar gewoon vier wijd in bocht nummer 1 met Armstrong. En nog een paar andere lui die daar gewoon keken. En kijk aan de buitenkant bij Lance Stroll. Daar was weinig ruimte, maar toch vinden we daar een plek. Zitten ernaast en dat is P15. Op dit moment de volgende heet dan Antonio Giovinazzi. Kan Lance Stroll terug aanvallen? Nee, is het antwoord. Daar dan aan de buitenkant bij Giovinazzi. Gaat dat lukken? Dat gaat zeker lukken. Hier dan ook op de exit? Jazeker. Nog steeds in ronde nummer 1 en dat is P14. De volgende heet George Russell. Zit er wel een klein beetje te ver door. Maar dat is geen probleem. En heel veel mensen op die medium compound, die gaan langer door dan mijzelf. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. En daar vallen wij George Russell aan. Die blokkeert ook zijn linker voorband. En we zijn er voorbij voor P13. Jeff zegt, goed gedaan. Mooie inhaalactie. En de volgende heet dan Esteban Ocon voor P12. We vinken ze gewoon allemaal af. En als het doorgaat kunnen we misschien naar de punten rijden. Het zou wel heel vet zijn als dat kan. Ik hoop het. Want we hebben de pace laten zien in Q3. Ronde nummer 3 is het. En Ocon blokkeert stevig. En we kijken hier dan aan de binnenkant. Laten hem gewoon staan. En dat is P12. De volgende heet dan Carlos Sainz. Die rijdt op die harde compound. Dus we moeten wat sneller zijn dan de Spanjaard. Maar hij zit in een snellere auto dan ons. Dus dat gaat wat lastig worden. Ja, en als we geen penalty hadden gepakt, dan waren we gewoon als P10 gestart. Maar goed, niks aan te doen. Helaas, we zitten in ronde nummer 5 als Ocon terug aanvalt naar de buitenkant. Hij raakt onze sidepod en heeft zijn voorvleugel beschadigd. Moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. En dat betekent dat we nu wat afstand kunnen nemen van Ocon. Ja, dat gaat trouwens niet, want Russell heeft Ocon al gelijk gepasseerd voor P13. Dus nu moeten we oppassen voor George Russell, dat hij ons niet aanvalt. We moeten gewoon naar Carlos Sainz toe zien te rijden. We zitten in ronde nummer 7. Als ik merk dat mijn banden op zijn en ik ga naar binnen voor de medium compound. Net genoeg de auto afgeremd voor de lijn. Veel jongens duiken met mij mee naar binnen. Onder andere Kimi Raikkonen.
Trouwens, niet veel jongens duiken met mij mee naar binnen. Excusee. Ja, Tsunoda is ook binnen. 3 seconden heeft de pitstop geduurd. Wel aan de lange kant, maar goed. Beter een veilige pitstop die wat langzamer is dan een snelle pitstop die niet goed is. Ik hoorde Jeff volgens mij zeggen, ja, dit is de band waarmee je het zal moeten doen. Denk ik. Ik vind het knap als we dat kunnen doen, want er zijn nog gewoon dik 23 rondes te gaan. Het gaat wel lang worden op die medium compound, maar je weet maar nooit. Het gat naar Raikkonen is 3,5 seconden. En dat dicht wel in rap tempo. Dat is nu al 3,4. Daar hebben wij dan Nikita Mazepin. Want Raikkonen is hem gepasseerd. Dus dat paars in sector 1 en groen in sector 2. Daar kijken we dan aan de binnenkant bij Mazepin. Zitten ernaast. En Mazepin is gespind. Nikita Mazepin is dus blijkbaar gespind. Op mijn linker achterwiel. Weet ik niet zeker. Ik heb trouwens ook geen replaycamera's. Oh, Mazepin is uitgevallen. Nikita Mazepin uitgevallen. Daar is volgens mij iemand vol tegenop geknald. Dat is Lance Stroll. En dat is een safety car geworden. Oké. Ik heb nogmaals geen replaycamera's. Waarom? De race duurde ontiegelijk lang om op te nemen. Ruim een uur heb ik zitten te racen en te opnemen. En dan ook nog replaycamera's. Vind ik de moeite niet waard. Dus deze wedstrijd zijn er geen replaycamera's. Hopelijk in de volgende aflevering in Japan. Misschien wel. De safety car duikt hopelijk naar binnen. Jazeker. De safety car duikt naar binnen. En we moeten de snelheid behouden. En we moeten wakker blijven voor de herstart. Zijn wij ook wakker? Nee, want Ricciardo zit gelijk te kijken voor P12. We remmen wat later dan de Australiër. En dat is nog steeds P12. Kunnen wij dan nu bij Kimi Räikkönen kijken? Dat is de vraag. Nee is het antwoord. Hier dan op de exit proberen. Maar die Ferrari motor heeft wat meer pk's dan de Renault motor. Hier dan aan de binnenkant. Jazeker aan de binnenkant. En dat is P11. Volgende heet Sebastian Vettel voor een punt. We zitten bijna over de helft. In ronde nummer 16 zitten we officieel over de helft. Dus het schiet al aardig op. Kijken of wij Sebastian Vettel zo snel mogelijk kunnen passeren voor dat punt, P10. Dat doen we hier dan aan die binnenkant. Heel goed gedaan. De voorbij gezet. De naast gezet. En dat punt is nu van ons. En Räikkönen heeft gelijk mee kunnen profiteren. We zitten in ronde nummer 16. En Charles Leclerc is daar dan gezien. Aan die binnenkant. En dat is P9. Goed om te zien. Op naar Lando Norris. Die rijdt op P8. Ik hoor volgens mij al vuurwerk op de achtergrond. Ik vind het nogal vroeg voor het jaar. Ik zit pas in oktober. En Norris moet daar even een andere lijn nemen. Raakt hij dan ook dat muurtje volgens mij? En kunnen we dan aan de binnenkant kijken? Nee, we zitten net te ver weg. Daar dan in ronde nummer 17. Dit keer aan die binnenkant. En dat is P8. De volgende heet dan Carlos Sainz. We vinken ze gewoon allemaal af. En kijken of wij misschien naar een podium kunnen. Alonso en Verstappen hebben het met elkaar aan de stok. Dat zie ik. Sainz wordt daardoor afgeremd. Kunnen wij hier dan bij Carlos Sainz kijken? Kunnen wij profiteren? Op de exit? Misschien? Lukt dat? Slipstreamen van Sainz? Aan de binnenkant kijken bij de Spanjaard. En dat is gelukt. Dat is P7. Op naar Fernando Alonso voor P6. Pitwindow is open voor onze tweede pitstop. Maar Alonso is daar dan gezien. Mooi aan de buitenkant. En dat is P6. Er zijn nog
12 rondes te gaan. Ik ben benieuwd... 13 rondes te gaan. Ik ben benieuwd of deze medium band het vol kan houden. Want ik ben van plan om niet naar binnen te gaan. Ik wil zo lang mogelijk doorrijden op deze medium banden. Om te kijken of wij het met een eenstopper kunnen doen. Van soft naar mediums. Het kan. Maar dan moeten we echt extreem goed letten op de bandenslijtage. Daar is dan Charles Leclerc. Nee. Jawel, dat was Charles Leclerc. Voor P4, maar die hebben wij geraakt. Staat daar ook stil. En de virtual safety car is uitgeroepen. De rest is trouwens allemaal naar binnen geweest. En wij rijden nu op een P3 in ronde nummer 20. Nog 11 rondes te gaan. Kunnen wij dit volhouden? De VSC is alweer opgeheven. Charles Leclerc duikt naar binnen voor een nieuwe neus. We maken een foutje. En daar zit Ricciardo aan die buitenkant te kijken. Lukt dat? Dat lukt niet, want we laten hem gewoon staan. We hebben wat moeite met het insturen, want ik heb mijn voorvleugel beschadigd aan een muurtje. Dus dat wordt lastig. Ricciardo probeert het daar en zet hem daar brutaal ernaast. Maar wij remmen als laatste van de twee en we duwen Ricciardo bij. Er zijn nog 10 rondes eraan en we rijden op podiumkoers. We rijden gewoon op podiumkoers. Dit zou onze allereerste podium kunnen betekenen in F1 2021 My Team Career Mode. In mijn debuutseizoen. We kwamen in Baku heel dichtbij. We finishen op een P4. Dit keer op een P3 hoop ik. Maar daar zit Valtteri Bottas te kijken. Moet daar even op de rem gaan staan. Anders was het sowieso een touché geweest. Want ik neem hier gewoon extreem veel risico. Ik denk podium of geen podium. Dat podium is van mij. Bottas kijkt naar de buitenkant. Dat lukt niet. En George Russell in de Williams zit trouwens ook te kijken. Bottas kan hier niet aanvallen. Perez heeft een 5 seconden tijdstraf, zie ik. We houden de auto zo breed mogelijk als het kan. Bottas probeert er aan de buitenkant. Lukt niet, jongen, dat weet je vanzelf ook wel. De kunst is nu om geen fouten te maken, op onze banden te letten en de auto zo breed mogelijk proberen te houden. Perez doet daar een aanval voor het podium. Lukt niet. Dat lukt niet. Dan zit daarop Pierre Gasly en George Russell te knokken voor P5. Perez doet daar een poging nummer 2. We remmen als eerste van de twee, duwen Perez daar gewoon wijd. En nu zit George Russell te kijken voor dat podium. Dit belooft nog wat voor de laatste 8 rondes in de wedstrijd. En we moeten dit gewoon vol zien te houden. Het gat naar Hamilton en Verstappen is ongeveer 50 seconden. Dat rijden we gewoon niet meer dicht. En Hamilton en Verstappen kunnen gewoon beide een pitstop maken. En dan komen ze gewoon nog voor mij op de baan. Russell probeert er aan de buitenkant. Dat zie ik. Kan niet achterlangs terugkruisen. Perez kan daarbij, Russell wel. We zitten in de ronde nummer 24 van de wedstrijd. En Russell probeert er aan de buitenkant. Maar we laten hem niet leven. Duwen hem daarbij. Gasly probeert het daar, maar dat lukt ook niet, jongen. Dat weet je vanzelf wel. Hamilton duikt naar binnen voor de softbanden. Hamilton naar binnen voor de soft. Ook Verstappen naar binnen voor de soft compound. Wij blijven gewoon doorrijden en moeten dit groepje gewoon zien af te remmen. Ik wil gewoon dat podium binnenhalen. Met nog... Nou is het 7 rondes te gaan, ongeveer. Iemand heeft wel ons wel geraakt, voel ik. Dat is Gasly geweest. Die heeft ons achterkant geraakt. Die moet dus naar binnen. Want die heeft een volvleugelschade. Norris zit te kijken voor P4. Hij gaat sowieso naar P4, want Gasly moet naar binnen. Alonso dit keer naar P4. Sainz naar 5. Norris is naar binnen. Die heeft ons gewoon geraakt. Maar dat heb ik er niet in zitten. We maken een klein foutje. En Alonso heeft de drukte volop staan bij ons. Kijk naar de binnenkant. Maar we hebben hier meer snelheid. En dat is nog steeds P3. Wel een waarschuwing voor een plezier met Fernando Alonso. En Sainz knokt nu met zijn landgenoot voor P4. Gat naar Verstappen is 31 seconden. Dat is gewoon enorm groot. Daar kijkt dan Carlos Sainz voor het podium. Maar dat lukt niet. De banden gaan nu wel
slijtage kennen. Alonso doet daar een aanval naar de buitenkant, raakt onze sidepod en staat daar stil. Sainz probeert het daar, maar zijn exit is niet goed. De virtual safety car is alweer uitgeroepen volgens mij. Vanwege Fernando Alonso die daar stilstaat, die is volgens mij weer op pad. Daar zit dan Carlos Sainz te kijken, is er voorbij, maar we remmen weer heel laat terug. En dat is nog steeds P3. Tsunoda heeft een 5 seconden tijdstraf gekregen. Dat gaat een flink pijn doen. Oh, Sainz. Carlos Sainz raakt onze achterkant. Ik zag namelijk een deel van zijn voorvleugel onder de auto van mij doorschuiven. En hij moet dus naar binnen. We maken een klein foutje, want we voelen de druk van Yuki Tsunoda in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Er zijn nog 3 rondes te gaan. Dat gat naar Tsunoda is 3/10. Hij heeft een straf van 5 seconden. De banden moeten het ook volhouden. En Tsunoda zit hier goed voor een podium. Ook Vettel doet mee. Ocon doet ook mee. Tsunoda doet daar een avond naar de buitenkant. Lukt niet. We duwen hem daar gewoon wijd. Dit is gewoon de auto zo breed mogelijk zien te houden. En dan is het gewoon gedaan. Dan pakken we onze allereerste podium in F21-21 Mighty Career. Maar eerst moeten we dat toch zien te redden van Esteban Ocon. Die zit daar goed. Ocon zit daar goed. Maar we hebben de exit snelheid op die bocht. En dat is nog steeds P3 in ronde nummer 29. Ocon doet daar een poging naar de buitenkant. Lukt niet. Het is daar geel. Clear. Ik weet niet wie er is uitgevallen. Er is niemand uitgevallen volgens mij. En dat gat naar Hamilton is inmiddels boven de minuut. Ook bij Verstappen boven de minuut. Dat rijden we niet meer dicht. Maar dit moeten we gewoon vol zien te houden met nog 2 rondes te gaan. Ocon doet daar een aanval naar de buitenkant. Lukt niet. Hij moet het echt op een andere plek gaan proberen als hij er voorbij wil. Vettel is er dit keer wel voorbij op het rechte stuk. Maar we remmen extreem laat naar de Duitser. Laten hem gewoon staan. En dat is nog steeds P3. Tsunoda weer terug naar P4. Vettel naar 5. Ik denk dat er een podium aankomt, jongens. Ik denk dat er een podium aankomt. Want Tsunoda heeft een straf. 5 seconden. Wij houden Tsunoda ook op. Yuki gaat ook heel ver terugvallen. De banden zijn er wel aan. En Hamilton en Verstappen zitten ongeveer... Nou, waar is het? 20 seconden achter ons. Tsunoda doet er een avond naar de buitenkant. Lukt niet, jongen. Dat weet je nu ook wel. En we hebben hem op de exit. Gele vlag. Niks ernstig gebeurd. We moeten de druk nu gewoon vol zien te houden in deze laatste paar rondes van de wedstrijd. Vettel valt heel ver terug. De banden zijn eraan. Sebastian Vettel valt heel ver terug. Is daar iets mee aan de hand? Dat gat is nu 2,6 seconden. Heel groot. Yuki Tsunoda heeft een tijdstraf van 5 seconden. We gaan zo meteen de laatste race ronde alweer in. Hamilton gaat de wedstrijd winnen. Die is al bij de tunnel. Laatste ronde loopt dus. Hamilton komt nu bij de laatste bocht aan. Gaat die wedstrijd winnen. Hamilton, de racewinnaar in Singapore. Verstappen moet dit nog zien even af te maken. En dan finisht hij als P2. Wij moeten dit nog even vol zien houden. En dan pakken we ons eerste podium. Dan pakken wij onze eerste podium in My Team Career Mode. We moeten nog wel even in ieder geval van Daniel Ricciardo. Die heeft zijn voorvleugel gewoon kapot gereden op onze achterkant. Dus die valt heel ver terug. Stroll kan hier nog aanvallen voor het podium. Wat doet Lance Stroll? Ricciardo is uitgeschakeld. Die gaat dat niet meer redden. Stroll komt tekort. Lance Stroll komt tekort. Wij pakken dus onze allereerste podium in F21-21 My Team Career Mode. In ons debuutseizoen met een uitstekende wedstrijd. Ongelooflijk dat dit is gebeurd. Dit voelt als een overwinning voor ons. Fantastisch. We krijgen geen Driver of the Day. Die krijgt Lance Stroll onterecht, vind ik. Maar goed, dat is niet erg. We gaan het lekker vieren met het team. En op naar de volgende wedstrijd. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track.
The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection, a shining example of how F1 really is a team sport. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. De uitslag van de grote prijs van Singapore, Hamilton wint de wedstrijd, Verstappen naar P2 pakt het snelste race-rondepunt. Wij met het één stopper naar ons allereerste podium in Mighty Green Mode. Armstrong pakt in zijn derde race-rond gelijk punten, een dubbel feest voor het team. Dat is goed gedaan, lekker van Armstrong, lekker van ons. Uitstekende wedstrijd, twee uitvallers, Schumacher en Mazepin. Slecht weekend voor het Haas-team. En wij springen naar P12 in het coureursklassement. We naderen Vettel op 1 punt. En we pakken Alpine in het constructeurskampioenschap. Dat is goed om te zien. Maar goed, deze video zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze spectaculaire aflevering. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Zijn de verbeteringen graag zetten in de comments. Volg jullie me al op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Abonneer voor meer, zou ik zeggen. Abonneer als je nieuw bent. Abonneer als je meer van F2021 Might & Green Mode wilt zien. Ik doe grote moeite voor mijn kanaal. Dus ik zou het gewoon fijn vinden als je gewoon abonneert op mijn kanaal. De video liken en graag delen met je vrienden die F1 leuk vindt. Maar goed, ik ga de video afronden, mensen. Nogmaals, ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik heb sowieso 100% genoten van deze wedstrijd. Zeker vanwege het podium. Het was gewoon fantastisch om dit mee te maken. Echt geweldig. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Dan gaan we verder in Japan.